Een lang stuur, ja. Een aparte vorm. Is die te lang voor jou? Wat? Ja, dat is wel een lang stuur. Die kan er zo in, toch, voor jou? Ja, die glijdt zo naar binnen, ja. Die past er makkelijk in met een smooth fruit erin. Extra smooth. Het glibberfruitje. Jij hebt hem al in je hand, of niet? Ik heb ook al thuis op de mat liggen. Ik heb 10 gram citrulline en 7 gram betaline al op. Lekker. Daar ben ik een beetje in de waarde van. Oh. 'S ochtends. Jullie hebben het vast wel gezien op Tjouw's social media. Hij heeft een vriendinnetje, maar niet alleen een vriendinnetje. Hij is ook getrouwd in Thailand. Of in Vietnam, sorry. In Vietnam. Jij bent getrouwd in Vietnam, dat telde niet, hè? Nee. Jij bent niet volgens papieren getrouwd, maar je dacht gewoon even traditioneel, toch? Ik dacht even op de hand gewoon. Maar wat is dat met die ring kijken? Heb je gehad? Ja, van mijn oma. Oh, van je oma? Ja, die hebben we allebei gekregen. Mag ik eens even kijken? Oh, die heeft je vriendin ook gekregen? Ja, allebei. Serieus? Ja? Maar het lijkt wel echt alsof je getrouwd bent nu, hè? Weet je? Ja, ik zou hem dan niet op je ringvinger heen doen. Moet ik hem dan al... Ja, maar echt, het lijkt nu echt alsof je gewoon getrouwd bent, hè? Echt? Nou, misschien wie weet. Een kijkketting? Die is echt wel nice. Ja, die is wel nice, hè? Die is wel nice. Die had ik al gezien, ja. Ja, die had je al gezien. Ja, Tjouw is gewoon natuurlijk fucking verliefd. Ik zit er helemaal in. Hé, hey, kijk. Hey, je moet ook genieten van het gevoel, weet je. Want ik weet niet. Krijg je nooit meer terug, denk ik. Zelfs als ecstasy. Ja. Nee, maar zo is het wel. Het is precies dat gewoon. Maar dan komt het nu. Nee, maar je moet van genieten, inderdaad. Het lijkt wel, maar het is symbolisch. Ja, ik zou er toch even over nadenken, over die ring. Ja. Het is wel goed dat jij weer terug bij de boys bent, Tjouw. Ja, want kijk, dat is dus een probleem als je dus te verliefd bent. Dat je dan te weinig met je boys omgaat. En dan ga je rare dingen doen. Dan loop je straks met knechtjes en... Nagellak op en zo. Weet je wel, dat soort dingetjes. Dan moet je af en toe weer even met de boys. Even hier die tent opbreken! Vooruit gaan! Schrijven door het nek! De caloriebalans! Ik ben echt serieus, officieel, moe, na 10 jaar, meer dan 10 jaar, want ik doe het al veel langer eigenlijk, ben ik echt, echt serieus moe geworden van die vragen van,
hoe moet ik afvallen? En zelfs nu met AI en weet ik het allemaal wat we hebben om je vraag te stellen over welk ding dan ook in het leven. Eerst kregen we Google tot onze beschikking. Dat hebben Maries en ik volledig benut. Daar hebben we het imperium helemaal op zitten bouwen. Op kennis vanuit Google. Want wij moesten echt serieus nog in onze tijd, dat we begonnen met fitness, lezen uit één dom boekje. En daar zaten alleen krachttraining oefeningen in. Dus niks over voeding. Dan kregen we Google, hebben we alles uit zitten zoeken. Allemaal dingen, coaching en weet ik het hele pakket, miljoenen omgezet en heel bedrijven, Maries heeft zijn eigen dingetje, ik heb mijn ding. En nu nog, elke dag in mijn DM, aankomen of afvallen. En dan denk ik, jongens, wat zijn jullie nou allemaal aan het doen? Denk ik dan. Het is heel simpel. Ik ga het nog één keer doen. Ik ga het echt nog één keer even goed uitleggen. Ik heb het een keertje daar zo uitgelegd, op die plek. Komt-ie. We zitten met Lucas, Jeroen, Daan, Rashid, Dwayne, Mariska, Larissa, Shaniqua, Karen en Samantha. Zitten we in een vliegtuig. We zijn allemaal niet goud droog. En ik trap jullie er allemaal uit met een parachute. Boven een onbewoond eiland waar niemand kan komen binnen een week. En ik gooi er wel eventjes wat goed drinkwater uit. En ons potje electrolytes. Die krijgen jullie mee zo. Wop. Ieder een potje electrolytes. Ik heb alle de beste bedoelingen met iedereen. Ik wil echt dat jullie op de harde manier iets leren. Want dan blijft het bij. Ik trap jullie er allemaal uit. Er is geen eten niks. Er zijn zelfs geen bananen daar zo. En ik kom jullie na een week ophalen. Wat denk je dat er is gebeurd? A. Jullie zijn allemaal significant veel afgevallen. B. Jullie zijn aangekomen. C. Jullie gewicht is gelijk gebleven. Laat weten in de comments welk antwoord hier juist is. En dan ben ik heel benieuwd wat iedereen denkt wat er dan gebeurt. Het is één programma in Nederland dat elk jaar laat zien wat dit is. Expeditie Robinson. Er is niemand, maar dan ook niemand, die zwaarder terugkomt. Kan niet, gebeurt niet, nooit niet. Wat er ook is. Ieder pondje gaat door zijn mondje. Wat er ook is. Tuurlijk kan je met een heel extreem geval, met bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld prednison, en dat is echt niet leuk allemaal, daar kom je heel veel vocht in aan. Maar daar hebben we het niet over. Ik heb het hier over mensen die, ook ongezonde mensen, die veel te dik zijn, die normaal zijn of die te dun zijn. Iedereen gaat gewicht verliezen als ze niet eten. En wel moeten bewegen om te overleven of wat dan ook. En al beweeg je niet, je gaat gewoon gewicht verliezen. Hoe dan ook. En ook vet. En ook spieren. En uit het hele pakket. En ook vocht. Alles ga je verliezen. Maar je gaat afvallen. No matter what. Ook al ben je degene die het zwaarste wegen, 200 kilo te zwaar zijn, die gaan het beste hebben. Waarom? Die hebben een hele reserve tank aan energie, wat niet wordt gebruikt, wat dan in één keer wordt gebruikt. Die kunnen gewoon, die thriven dan. Die gaan floreren daar zo. Die worden gewoon helemaal hunzelf weer. Door de ketonen. Je brein die gaat daar goed op. Jouw lichaam gaat daar goed op. Die kunnen daar gewoon maanden overleven. Als je 200 kilo weegt, kun je maanden overleven zonder voeding. Kan je het je voorstellen? Er is dus iemand geweest, die woog 400 kilo. Die heeft gewoon meer dan een jaar niet gegeten. Is het allemaal afgevallen, woog toen 80 kilo. Gewoon weer een normaal persoon. En is dat de rest van zijn leven zo gebleven. Daarom doen wij dat vasten. Waarom? Dat geeft een signaal van hé, dat eten, wat we continu krijgen, is een soort verslaving. Er zitten ook dingen in, middelen in, die ervoor zorgen dat jij de hele tijd blijft eten. Dat is dus het nadeel van kapitalisme. Er zit te veel shit in. Dus het niet eten van al die rommel geeft jouw lichaam de kans om weer te wennen aan het normale, echte leven. Probeer dat eens één keer te doen. Begin bijvoorbeeld met, oké, ik word wakker, ik skip mijn ontbijt en ik eet 12 uur lang niks. Dat is niks. Want je zit al 8 uur in je bed en vaak als je misschien te dik bent, lig je al 10 uur in je bed. Dus dat is hartstikke goed, slapen. Het kost weinig moeite om die vast door te trekken, zeg maar. Dus dat is mijn advies dan. Dat gaat goed. Doe het steeds een stapje verder. Als jij denkt, nou, ik heb nog geen honger, skip je toch gewoon. En als jij denkt, hey, ik voel me nu vetloos en al die shit, dat heeft niet te maken met eten. Dat heeft te maken met elektrolyte. Dus magnesium, zout, kalium. Kan je gewoon uit de keuken pakken, hup, in een glas water, kun je zo een beetje zout drinken. Niet te veel, klein beetje per keer en dan ben je weer het mannetje. Maar wij hebben daarvoor electrolytes bedacht. Dat je in één scoop een lekker drankje hebt, ijsblokjes erbij. Kan je allemaal doen. Maar probeer het nou eens. Mees, meer dan 60 kilo afgevallen. Kai, bijna 100 kilo afgevallen. Ze hebben het allemaal ervaren en ze zeggen allemaal dat het de beste keuze is van het is levensreddend geweest. Hun leven is gered. Het is niet oké. Om dik te zijn op dat niveau. Daar word je niet oud mee.
En dan kunnen we op tv gaan zeggen, ja, maar ik heb dit en ik heb zus en ik heb zo. Het is alsnog niet gezond. Als jij 180 kilo weegt, word je niet oud. En het kan als je een bodybuilder bent met spiermassa van hier tot Tokio of echt obesitas, beide worden niet oud. Elke dag moet het hart pompen om 180 kilo een stap vooruit te zetten. Elke dag. Zelfs in je slaap heb je te veel druk op je borst om oud te worden. Dus laten we dat eventjes toch even duidelijk maken. En niet bagatelliseren op media. Die van de ene hype naar de andere hype vliegen. Zonder due diligence. En niks. Maar ook niks checken op waarheid. Nee. Stagiaire Lucas die zit daar. Die denkt, ik moet mijn stage halen. Ik schrijf een artikel over Joeri Beukie met zijn scoopies. Want dan haal ik mijn stage. Want er staat gewoon bij. Hey Lucas, je kan alleen je stage halen als jij, hè, want die zijn jong. Zorg even dat je die influencers gaat prikken. Hebben wij bereik van hun, want ze gaan sowieso reageren. En hebben wij weer een relevant item, want wij hebben vergrijzing. Weet je wel, ja, we snappen ook helemaal niks van de social media en alles. Dus doe jij het maar Lucas, stage motherfucker. Het is niet meer de waarheid. We leven in een hele gevaarlijke digitale wereld nu. Waarin we niet meer weten wat nou waar is en wat wel. En dat wordt alleen maar erger. En zeker met de komst van AI. Die gewoon een stem kan nadoen van mijn zoon. En dat het levensecht is. En dat het... Ga ik niet eens meer over verder. Maar laten we eventjes op dit kanaal. Wat bijna op 100.000 abonnees zit. Eventjes kopie erbij hebben. Dan trap ik jullie allemaal het vliegtuig uit. En als je dat wil, laat het weten in de comments. Want dan ga ik een Boeing regelen. En dan gaan we dat gewoon doen. Vlieg ik gewoon ergens heen waar geen eten is. En dan gaan we gewoon 2 weken heen. En dan vallen we met z'n allen af. Trainingskamp! En dan moet je wel betalen. Wat denk jij dan? Je hebt gratis meevliegen bij mij. Die is gek. Maar dat wil ik best doen. Ja, dit is het slechtste bankdrukken sinds dat ik 16 ben. Hey, goeie maat, we zijn hier bij het bankdrukken. Ik doe weer een set, nou ja, 120 kilo, push ik alles eruit zo snel mogelijk. En dan ga ik het gewicht iets verlagen, misschien 115 of 107, even kijken. En dan ga ik daar tussen de 4 en de 6 reps doen, langzaam zakken, even pauze op die borst en dan weer uitstoten. En ik moet ook even erbij zeggen dat we hebben hier 2 normale bankdrukken in deze gym. En toch zie ik weer, nou ja, ik kan me niet voorstellen dat het goede maat zijn, maar goed. Toch zie ik weer jongetjes zitten. Je moet allemaal ergens beginnen, dat snap ik, weet je wel. Maar je hebt 15 kilo bijvoorbeeld aan elke kant. En dan zit je gewoon een uur op dat ding. En dan zit je met je groeimaat erover te praten en te doen. En dan denk je, jongens, what the fuck, waar hebben we het over? Als je die begingains hebt, dan ga je gewoon trainen. Hard trainen, zonder bij te houden. En gewoon elke week het gewicht erop pleuren, omdat je die begingains hebt. En dan ga je niet lopen janken met je boekje, omdat je 1,5 kilootje erbij moet doen. En omdat je 10 minuten rust moet hebben tussen je sets. Opzouten gewoon. Ik doe het niet voor mezelf, maar meer voor jou, weet je. Van, je moet dus niet bezig zijn als je aan het begin trainen bent. Dat je profijt hebt van een newbie game. Dan moet je niet bezig zijn met 1,5 kilootjes. Dat moet gewoon elke week exponentieel erop. En rammen. In het begin kan je zo hard groeien. Dat gaan we ook nooit meer terugkrijgen, ciao. Jij ook niet meer. Niemand krijgt dat meer. Die newbie games krijg je nooit meer terug. Tenzij je misschien weer 10 jaar niet traint. Dat kan. Als jij net de gym in gaat, moet je gewoon rammen. En dat moet het belangrijkste zijn. Dat je denkt, hey, ik moet 150 kilo bankdrukken. Binnen nu en zoveel jaar. Dat moet de hele tijd in je achterhoofd zitten. In plaats van, oh, nou, ik ga nu voor het eerst ga ik 75 kilo bankdrukken. Wat de bullshit, joh. Ik had juist in het begin dat spierelbadpakket van jou. PDF'je. Dan had je piramide rep. Piramide set met 16, 14, 12, 10. En dan hield ik die reps aan. En als ik er 16 kon en ik denk, ja, ik kon er nog 5 meer, dan gooi je er gewicht bij. Je moet gewoon elke set tot die laatste 16e. En niet dat je er 5 op hebt. Zo, gewoon sowieso in het begin elke set tot falen trainen. Ja, dat zie ik ook veel met de boekjes inderdaad. Ja, dan, dat ze denken, oh ja, nou, ik kon er eigenlijk nog wel 3 meer. Maar boekjes zegt dat ik niet doe. Nee. Dat wordt te veel, wordt het powerliften. En er zit een zeker, je moet ongeveer 1 tot 2 echte reps over hebben. Dat is prima. Je moet niet helemaal tot falen gaan. Alleen heel veel mensen komen nooit op dat punt van 2. Want waarschijnlijk kunnen ze nog 5. Dus dat is het moeilijke. Kijk, als wij hier hard trainen, zoals nu gecontroleerd, dan kunnen we waarschijnlijk nog 2 reps doen. Of 1. En daarna houdt het op. Die jongens, die weten gewoon niet eens wat falen is.
Kijk, als wij 120 kilo hebben, ik had het net 3 keer, dan houdt het op. Dat is het voordeel als je ook wat minder reps doet en wat zwaarder traint. Op een gegeven moment weet je gewoon echt waar die stopt. Je moet het wel eerst opzoeken. Ja. En niet als je 13 bent, of 14 of 15, weet ik wat, of misschien zelfs 18. Nee, maar dan ga je zo ga ik. Kijk, nu zitten we zelf ook niet op te houden. Dat komt allemaal door jullie, motherfuckers. Dus hier, zo gaat het. Oh. Hey, heb je dit al gezien op TikTok, hè? Ja, ik ga nog even naar de wc. Want ik ga zo meteen, kom terug. Oeh. 67,5. Wil je deze erbij? 67,5, die ga ik zo meteen 1 keer doen. Dat wordt mijn PR. Nou, ja, ik ga nog even wat drinken, want ik weet niet of het gaat lukken. Zo gaat het. Wat de fuck zijn we aan het doen? Ik kwam hier, toen ik hier in de gym kwam op mijn 16e, dan drukte ik al 100 kilo. Ik heb even mijn training omgegooid. Toch wel even rammen. Ik deed er net 12. Ja. Jou was erbij. Ik was erbij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ken je dat gevoel? Dat je die laatste twee echt uit je tenen moet halen. Dat gevoel, dat echt lijkt alsof die ook echt vanuit dat komt. Nou, dat is dus wat je op moet zoeken. Dan wordt er dus een energiesysteem gebruikt in je lichaam, waarvan jij dacht dat die niet bestond. Die krijg je alleen als je uit je comfortzone komt. Je moet eigenlijk met alles uit je comfortzone komen. We zitten nu allemaal in huisjes, auto's, regen ontwijken we, de buitenlucht, de zon, alles ontwijken we. We moeten erin, we moeten door de modder heen. We moeten af en toe een sprintje trekken. We moeten af en toe een deadliftje doen. Zo'n zwaar gewicht van de grond pakken. En af en toe dus echt gewoon doen alsof je leven ervan afhangt tijdens een bankdruk of squatten. En je denkt, als ik nou niet omhoog kom, dan breek ik mijn rug met die squat. Of scheur ik iets af of wat dan ook. Dat gevoel moet je opwekken. Dat doe je door hard te trainen. En soms moet je dus gewoon afwijken van je plan. Go with the fucking flow. Ride the wave, motherfuckers. 3 keer 10. 3 keer 10. 1 keer 10 hebben we al gedaan. We doen 3 sets van 10 herhalingen. Zo heb ik altijd getraind, hè, vroeger voor het internet. Voor de YouTube-video's en al die shit. Altijd 3 keer 10. Met alles. Dus eigenlijk is dat dus best wel een goede training. Dus gewoon, dan pak je alles goed mee. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, niemand op beneden, ja. Kom. Neem maar rust. Neem maar even rust. Niemand op beneden. Goed tellen, gaan we hier stoppen. Hij doet nu een soort Meyer rap set. Super goed deze. Hop. Ja. Oeh. Goed zo.
het is heel goed om dus niet extreem door de stront heen te gaan in zo'n gym. Vroeger was ik ook zo. Keihard trainen, urenlang, 2 keer per dag, soms 3 keer per dag. 3. En dat heeft mij heel ver gebracht, mentaal gezien ook. Alleen als je kijkt naar langdurigheid, dus ook voor je gezondheid. Ik kreeg ook een te groot sportershart, allemaal dat soort shit, weet je wel. Dat is allemaal niet voor lange termijn, die top shit, zeg maar. Dat echt extreem harde trainen. En als we dus kijken naar het leven van, hey, ik wil succesvol zijn. Ik wil een miljoenenbusiness runnen. Of ik wil bij een hele lijpe baan werken met bonus en weet ik wat. Dan moet sport een tool zijn om daarin beter te worden. Dus dan moet niet sport de afleiding zijn van je ellende in je leven. Wat voor veel mensen dus wel een uitkomst is. Voor mij ook vroeger. Maar daar kan je dus ook in doorslaan. En daar kom ik nu steeds meer achter. Ook door die Brian Johnson, dat hij zich helemaal laat monitoren en noem maar op. Dat te veel sport is gewoon kan schadelijk zijn. Voor je leeftijd zelfs. En ook steeds meer komt er naar voren over het herstel ervan. En dat het spieropbouwend effect ook minder wordt naarmate je te erg naar de kloten gaat in de gym. En laat het nou net het flaneerde seizoen zijn, dat we ook denken van ja, het is wel goed. En we zijn er al. Het gaat erom dat je in die eerste oefeningen, bankdrukken, het squatten, deadliften, de lat pulldown, weet ik veel wat allemaal, dat je daar eventjes 90% of 80% van je energie in stopt. De rest is allemaal bijzaak, loop je fluitend naar buiten. Same shit, different day. Ja, inderdaad. Hey, is hij weer hoor? Wij gaan lekker groeien. Wij gaan lekker groeien, allemaal. Allemaal. Behalve jou. Nee, ik ben een kokkie, jongen. Kijk, je ring, laat je ring even zien aan Sean. Hij is getrouwd. Nee joh. Nee. Ja, weet ik veel. Ja, dat lijkt toch wel zo? Ja. Nee joh. In Thailand was hij even getrouwd. Thailand. Hoe heet hij? Hij snapt het al.